Dag dames en heren. Het was afgelopen nacht in het oosten van Nederland erg koud. Boven het aanwezige sneeuwdek tijdens opklaringen kon de temperatuur... dalen tot min 10 en lokaal zelfs min 15 graden. In de Achterhoek werd zelfs in de buurt van Hupsel, een klein gehuchtje, min 16,2 graden gemeten. In het noorden van het land was het overigens wat minder koud. En verder zijn er naast wolkenvelden nu ook opklaringen aanwezig. Bijvoorbeeld over de zuidelijke helft van Nederland, elders ook weer wat wolkenvelden. Er zitten wat sneeuwbuitjes op zee. En die kunnen we ook duidelijk zien op de radar. In eerste instantie is de radar in Den Helder niet in het beeld meegenomen. Maar op een gegeven moment komt hij er ook naar voren. En dan zien we dat die buien overal op de Noordzee zitten. En ook in het binnenland valt er soms een heel klein beetje sneeuw, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Zeker. Als we dat vergelijken met wat we hebben gehad. Vandaag in het noorden, dus een paar sneeuwbuitjes. die zo net de Waddeneilanden eilanden Schampen en richting het oosten van Engeland trekken. Een sneeuwstoring trekt vannacht over Frankrijk richting Duitsland. Maar wij krijgen vooral een aantal opklaringen. waarin vandaag het zonnetje schijnt. en vannacht de temperatuur weer flink onderuit kan gaan. Vandaag op sommige plaatsen echt even heel mooi zonnig. Ook wat wolkenvelden en in het noorden dus een enkele sneeuwbui. Op de overige plekken in Nederland zo goed als droog. Het mag eigenlijk geen naam hebben wat er valt. De temperatuur blijft onder nul en er staat wat minder wind uit een noordoostelijke richting. Vanavond en ook vannacht gaat die wind iets in kracht afnemen. Voldoende om flink wat ijs te vormen komende nacht, want het wordt koud. Vanavond gaat de temperatuur al snel omlaag. En vannacht zal dan op veel plaatsen in het binnenland bij opklaringen... de temperatuur dalen tot onder de min 10 graden. In dit uiterste noorden lijkt het overigens iets minder koud te worden. En dit is nog maar een indicatie. Want net als afgelopen nacht is ook zeer strenge vorst met temperaturen onder de min 15 zeker mogelijk. En verder kan er bij die lage temperaturen ook plaatselijk hele dichte mist tot ontwikkeling komen. Maar het verkeer morgenochtend misschien ook wel eventjes lokaal last van heeft. Morgen overdag verder vriendelijk winterweer met geregeld zonneschijn. Op de meeste plaatsen droog. Briesje uit noordoostelijke richting. En temperaturen in de middag zo tussen de min 1 en min 4 graden. En het winterweer dat houdt de komende dagen aan. Maar het is wel vriendelijk. Met van tijd tot tijd flink wat zonneschijn. Soms hardnekkige wolkenvelden. Vanaf zondag maandag wordt het iets minder koud. Maar de nachten ervoor die verlopen erg koud. Met strenge tot soms zeer strenge vorst. Tot later vandaag.